Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb de kinderen allemaal naar school gebracht. Daarna heb ik een gesprek gehad. En nu ben ik thuis. Ik ben even naar de winkel geweest. Ik heb eventjes een paar boodschappen gehaald. Hallo, blijf staan. Ik heb ham kaasbroodjes gehaald. Dus ik ga even ontbijten. En daarna ga ik weer wat dingetjes doen. En dan is het alweer bijna tijd om de kinderen op te halen. Ja, tijd vliegt, ik weet het. Maar komt goed. Maar eerst ga ik even ontbijten. Voor de mensen die altijd denken dat ik alleen maar scheld op deze hond. Dat is niet waar hoor. Alleen ik doe dit nooit. En waarom film ik dit nooit? Omdat ik dan meestal gewoon rust heb, zeg maar. Of ja, rust. Deze hond die heeft dan ook gewoon alle aandacht nodig. Dus mensen, er is wel eens vaker gecomment van, ja, je moet niet zo met die hond omgaan. Of je dit of dat. Maar die hond komt echt geen aandacht tekort, hoor. Hey, Joef, je komt geen aandacht tekort, hè? Nee. Ik denk dat we al een half uur zo liggen of zo. Ja, hè. Het is mijn Joefie, hè. Dus, ja. Nee, niet likken, dat weet je. Ik doe wel knuffelen, maar niet likken, hè? Nee. Maar die hond ligt echt als een babytje bij mij. En niet alleen bij mij, ook bij Niels. Elke avond weer. Dus, voor de mensen die denken dat ik niet van mijn hond hou, of dat ik hem altijd wegstuur, of wat dan ook, ja. Als de kinderen gewoon thuis zijn, dan gaan de kinderen altijd voor de hond, ten alle tijden. Maar op het moment dat de kinderen niet thuis zijn en ik heb de tijd daarvoor, dan ligt zij gewoon lekker bij ons. Of dan zit ze lekker bij ons. Nee, Joefie? Kijk ze nou toch liggen. Wat? Je bent gek. Ja, het is nou goed. En ook niet denken dat ik ze daar wegstuur als ik laat me maar filmen. Want we liggen al even zo. En dan krijg ik hem niet uit. Oeh, wat ga je nou doen? Zo. Tada. Alle kinderen zijn weer thuis. Thuis. Je bent weer in huis. Ja, je bent weer in huis. Had je nog koek? Hoi, schatje. Hoi, schatje. Alles was goed gegaan vandaag. Hè? Je had heel goed gedaan. Schooltje, hè? Super schooltje. En Sam ook. Sam had ook alles goed gedaan. En Jordi ook. Jordi had ook alles goed gedaan. Hè? Is dat Chase? Auto. Auto? Goed zo. Ja, die is van Marshall, hè? Ja. Had je het leuk gehad op schooltje? Nee. Ja? Met de juffen? Nee. Wel toch? Oh no! We hebben net al een knuffelsessie gedaan, hè? Een lekker knuffelsessie. Met mijn lekker schatje. Mama's baby.
Wie is dan mama's baby? Baby. Heb jij baby? Hey, baby. Heb jij baby? Oh, baby. Oh, baby. Oh, je baby. Oh. Niet ruzie maken, hè? Jullie mogen allebei bij mama zitten. Hey. Moet ook wel eens gebeuren. Even knuffelsessie, hè, jongens? Hm? Ik weet niet waar die is. Even zoeken. Heb je de tut? Het is een tutje, hè? Moet je draaien. Draaien. Tada! Volgende keer. Tot de volgende keer. Dag, volgende keer. Tot de volgende keer, daar. Dag. Sim, waar is Liam? Waar is Liam? Waar is Liam? Liam! Simmy! Waar is Liam dan? Waar is Liam zoeken? Ik denk dat Sam aan het poepen is. Sam? Sam, waar is Liam? Waar is die dan? Waar is Liam? Waar is Liam dan? Yo. Waar is Liam? Moet je Sam roepen, Liam? Ik denk dat Sam aan het poepen is. Hey, er lopen spookjes, Sam. Kijk eens. Wie is dat? Liam. Ja, is Liam. Waar is Liam? Oh, je ziet. Oh, waar is Liam nou? Janneke scheten laten, hè? Zo. Appel, druiven. Oh, lekkere aroma. Liam, waar ben jij? Je kan niet terugkruipen, hè? Dat je het even weet. Er is nog een bewoner voor jou geweest. Of na jou geweest. Ook voor jou, maar ook zeker na jou. Oh. Wat zei je dus? Ik dacht dat die hal wat verhuurd was. Dat die verhuurd was? Nee, die hal is niet verhuurd. Volgens mij heeft Sam gepoept. Tijd om afscheid. Zeg maar, ik heb net heel goed gegeten. Wil je nog chocolaatje? Liam. Wil je nog chocolaatje? Of zit je vol? Hm. Wil je nog chocolaatje? Ja, moet je graag gaan zitten, hè? Moet je aan tafel zitten? Dan gaat mama voor jou chocolaatje pakken, ja? Sam is jouw na aan het doen, zie je dat? Alsjeblieft. Nu happen. Sam! Smokje, wil jij ook chocolaatje? Nee! Chocolaatje? Ice cream. Nee, het is niet ice cream, het is chocolaatje. Ga zitten. Zitten? Ja, nee. Je moet hier zitten. Ja, nee. Nee, je moet daar zitten. Ga daar zitten. 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 Je hap, hè? Ja. Ja. Goed je happen. Goed zo. Goed gedaan. En die zit ook in lekker te smikkelen. Dus ja, dat. Zo doe je dat, hè? Als ze goed hebben gegeten, dan krijg je iets lekkers daarna.
Een goeiemorgen. Het is zaterdag. De kinderen zijn fruit aan het eten. Ik heb voor Jordi ook fruit. Niels is even werken. Die komt begin van de middag ergens goed thuis. Dan doen we hier eventjes poetsen. En vanavond gaan Niels en ik uit eten. Hebben we onze date night. Ja, date night. Ik moet even wat boodschapjes doen. Voor morgen. En voor de oppas. Dat is wel lekker scheef, want daar zorg ik altijd voor. En ja. Voor de rest gaan we zien hoe het allemaal loopt. Ik weet dat we naar een sushi restaurant gaan. Een all you can eat sushi restaurant. We gaan het zien. En ja, dat. Komt goed. Je zingt hoofd, schouders, knie en teen. Tot de volgende keer, zie ik afgelopen. Laat maar zien. Puntje van je neus, puntje van je neus. Schouders, knieën, teen, knieën, teen. Schouders, knieën, teen, knieën, teen. Puntje van je neus. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Wij gaan natuurlijk straks uit eten. Maar ja, de kindjes moeten ook eten. Sam vindt poffertjes gewoon niet lekker. Dus die heeft pizza. En Jordi, die vindt poffertjes wel lekker. Wat doe je? Nou, dat is weer opgelost. Jordi heeft er een handje van om iets uit zijn mond te pakken. Terug in zijn mond te stoppen en dan vervolgens dit te doen. Nou, dus dat is wat Niels probeerde tegen te houden. Maar goed, de kindjes zijn nu lekker aan het eten. Over, ik denk, ja, een uurtje ongeveer is de oppasster. Ik heb ook al wat lekkers voor de oppas klaargezet. Nee, je gaat het niet uit je mond halen. Nou, dat is. En ik moet daar alleen nog bedenken wat ik en Niels aan gaan doen qua kleding. En ja, dan gaan we dat wel zien. We gaan eerst even drinken pakken. Hallo, wij gaan uit eten. De kindjes zijn bij Daphne, onze oppas. Zijn in goede handen. Waar gaan wij eten? Sushi. Ja, bij Sakana. Dus we zijn daar nu naar onderweg. We hopen dat het droog blijft. Toch? Ja, in ieder geval te nemen. Ja, dat. Dus ik hoop het, want anders heb ik make-up over mijn hele gezicht. Die deed heel netjes. Mm-hmm. Vind je het lekker? Inmiddels zijn we alweer thuis. Mm. Volgende keer gaan we weer een ander restaurant proberen. En ik heb mijn make-up te proberen af te halen. Maar volgende keer gaan we iets anders doen. Wat gaan we volgende keer doen? Gaan we naar het theater. Oh ja, we gaan naar het theater. Dat gaan we doen. Ja. En ook dan komt Daphne oppassen. We hebben een hele goede aan Daphne. Ja. We zijn echt blij met haar. En kindjes hebben lekker geslapen.
En ja, ik heb mijn make-up eraf geprobeerd te halen, maar dat lukt niet echt. Maar goed, hè, morgen zijn we weer wasbeer. Moeten we nog een keer doen. Mm-hmm. Dus ja, dat. Dan gaan we lekker bank hangen en daar een keer naar bed. En dan is morgen alweer zondag. Ik weet wel wat ik morgen wil. Gebakken spek met een gebakken ei. Lekker. Ja, dat wil ik morgen. Dus dan gaan we morgenochtend eten. Kinderen willen dat niet, maar dat maakt niet uit. En ik heb ontbijtje gemaakt. Lekker happen, happen. Dus dat is wat we lekker gaan doen op deze zondagochtend. Dus ja, smakelijk eten. Papa. Smakelijk eten. De koffie van Niels erbij. Ik hou niet van koffie. Ik drink geen koffie. Niels is degene van de koffie hier in huis. Ik doe de ijsthee. Ik heb net even gedoucht. En ik ben nog steeds panda, weet je. Wij gaan daar even met de kindjes naar de winkel. En ja, het is hier één grote pestbende. Ik ga vandaag niet poetsen, maar ik ga opruimen. Ik ga veel opruimen. Want ook dit gaat ik opruimen. Dat is, ja. Maar ik heb bakken nodig. En Niels gaat maar mee om bakken te kopen. Want ook dit is één grote pestbende. Bij jullie valt het nog wel mee. Maar er ligt speelgoed wat we gewoon niet gebruiken. Dus ja, opruimen die handel. Bij Lian precies hetzelfde verhaal. Opruimen. Misschien ook nog wel wat dingen weg doen. Maar ja, hè. Ik ga zorgen niet naar buiten kijken. Dat de kinderen klaar zijn om te gaan. En volgens mij heeft Lian iets uitgevreten. Ik mag niet naar buiten kijken. Ga ik toch doen. Dus een Nana. Zeg je slaap lekker. Dag, tot de volgende keer. Doei, ga je lekker liggen? Lekker. Lekker liggen. Ga je slapen? Sammy, slapen. Met Chase. Met Chase. Ga lekker liggen. Chase. Ja, ga lekker liggen. 1, 2. Lekker slapen. Oh nee, Chase. Oh no. Ik hou van jou. Wat Chase nou? Wat Jezus? Chase is daar. Oh, het is. Nou, ga lekker liggen. Ga mama Liam ook naar bed doen. Mwah, lekker slapen. Dag, volgende keer. Dag, tot de volgende keer. Dag. Doei. Doei. Nou, ga lekker in bed liggen. Oh, al die benden hier. Oh. Ga je lekker slapen? Doet onweer, hè? Nee, laat afblijven. Vuile rat. Nee. Afblijven. Ga liggen? Nee. Nee, liggen. Krokodil? Krokodil. Krokodil. Jouw bil is een? Krokodil. Hap, hap. Krokodil. Hap, hap. Krokodil. Nee. Niet? Wil je geen kusje van mama? Dan ga mama weg. Oh, toch wel. Niet aan mama's haren. Ga je lekker slaapje doen? Ik. Au. Van. En ja, er komt wel iemand naar boven. Jou. Goed zo. Lekker slaapje doen. Dag. Nee, mama blijft niet. Kom, lopen. Dag, dag. Kindje ligt in bed. Het was wel heel erg vervelend vandaag, hè? Liam vooral. Ja, dat valt wel mee. Ja. Nou, hij wil helpen, maar het is niet, zeg maar, de hulp die je kan gebruiken op dat moment. Mm-hmm. En hij wil ook Sam vertellen van dat hij iets niet mag. Terwijl hij het zelf wel doet. Mm-hmm.
dat soort dingen allemaal. Dus hij zit op dit moment een beetje in een bepaalde puberteitachtig iets. En op een gegeven moment was het dansen in modderpoelen. Ja, dat. Had ze de tuinslang aangezet. Ja, terwijl hij weet dat hij dat niet mag. En het dan toch doet. Mm. Dus ja, vandaag een beetje zo'n dag. Maar ja, die mogen er ook tussen zitten. Mm. En na het eten heb ik hem mee naar boven genomen. Want ik heb van alles nog uit zitten zoeken. Morgen ga ik daarmee verder. En doe ik gelijk boven poetsen. Maar daar heeft hij me ook wel mee geholpen. Hij heeft me laten weten van dit wil ik op mijn kamer hebben. Mm-hmm. Dus dat zei ik ook. Hij speelgoed met Sam gedeeld. Ja, hij speelgoed met Sam gedeeld. Want dan zei ik van hier alsjeblieft zet me op je kamer. Maar dan zette hij er ook eentje bij Sam neer. Dus dat is wel heel lief. Mm. Dus dat hij denkt wel aan Sam. Dus dat vind ik dan wel weer schattig. Maar goed. We zijn hier in principe klaar. Ik kan nu boven niks meer doen. Want ja, kinderen die slapen. Uh-huh. Ja, ik kan nog was vouwen. Misschien dat ik dat nog wel ga doen. Maar daar gaan we nog wel kijken. Maar dat is niet vlogwaardig. Dus wij gaan deze ups en dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.